rustig. Ja, oh mijn god. Ja, nee, alweer naar beneden. Hey kijkers, Minecraft Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Skyblock. De vorige keer hebben jullie massaal op het duimpje omhoog gedrukt. Zijn er bizar veel mensen gejoind. Eén daarvan is Jorben, oftewel Jorland99. En die doet vandaag mee met ons avontuurtje. Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Wat gaan we doen? Eggwars. Skyblock. Eggwars. Skyblock. Hallo. Rustig ja, allebei, oké? Okay? Ik zou even vragen. Ja, ja. Mag ik een hype in de chat? Oh, meen je dat? Even gewoon even. Kijk, dit is DDT Army, joh. Let op. 3, 2, 1. Ja. Hey, daar gaan we straks. Oké. Okay. Oh, oeps. Sorry. Rustig. Oké. Okay, Jorben, waar ben jij goed in? Ik heb wel vaak Skyblock gespeeld, maar ik kan wel een farm beginnen of zo. Ja, gaan we een farm maken? Ik vind het allemaal prima. Dat is wel handig, denk maar. Oké, okay, als jullie dat met z'n tweeën gaan doen, ik heb echt superveel geld gekregen van alle mensen. Ik sta momenteel op 64.000k. Mensen, hou alsjeblieft dat geld voor jezelf, oké? Okay? Gewoon, hou dat geld alsjeblieft voor jezelf. Want dat is jullie geld. Jullie hoeven niet alles aan mij te geven. Ik vind het super aardig voor jullie, maar het is gewoon niet nodig. In ieder geval, nu we toch dat geld hebben, hè. Ja, wat vervelend. Dacht ik, laat ik maar een ender chest maken. Dat vond ik best wel een goeie. Heb ik ook met Eva overlegd. Dus we gaan een ender chest maken. We moeten eerst blaze powder. Wil jij ook een ender chest anders cadeau krijgen? Ja. Ja, wil je dat? Ja, hoeft niet. Ja, dan krijg je van mij een ender chest. Tuurlijk, krijg je van mij een ender chest cadeau. Ja, is goed dan. Even kijken, dan moet ik alleen nog een enderpearl kopen. Waarom zijn jullie niet bezig met dirt? Oh, moet ik dirt voor jullie kopen? Ik wil graag dit even doen. Moet ik dirt kopen voor jullie? Moeten we wel onderbouwen of zo? Of boven gewoon? Ja, ik vind alles mooi. Ik ben er helemaal niet moeilijk in. Ik vind boven zo prima. Zou ik gewoon een heleboel dirt kopen? Ja, is goed. Beter. Hoeveel zijn jullie nodig? Dit genoeg? Heb je net gekocht? Oh, dat kun je gewoon vanuit van jezelf doen. Oh, dit is stom. Weet je hoeveel geld het is? Ja, is dat duur? Nee, toch? Dat is bijna 30k aan dirt wat je nu hebt. Oh. Oeps. Shit. Oh my god. Dus we moeten een hele grote plot gaan maken. Ja, je kan nu een hele grote farm maken, denk ik. Nu. Maar moeten we dan niet eronder nog een laag? Eigenlijk moeten we onder nog een laag. Moet ik dan even die kobbel gebruiken? Ja, we hebben genoeg kobbel. Wacht. Hoe kan ik nog een laag onder doen? Nou, ik ben eerst even voor Jorben ook even een kist maken. Ik denk gewoon hier jullie even naar onder graven. Ja. En dan vanaf onder gaan bouwen. Moet ik je even helpen? Ik heb hier een pickaxe. Of wil je mijn pickaxe even lenen? Hier, neem mijn pickaxe. Hier. Zo. Ah, is goed. Dan anders, nee, die krijg je gewoon van mijn cadeau, alsjeblieft. We gaan gewoon iedereen die bij ons komt, geven we gewoon ook een cadeautje mee. Vind je dat ook goed, schat? Ja, vind ik ook goed. Ja, het is jouw geld net zo goed als mijn geld. Maar we zijn gewoon kerstman. Als je bij ons komt, dan is Sinterklaas toevallig. Huppatee. Nee, dus mensen, het zou super awesome zijn als je vast op duimpje omhoog drukt. Dat zou echt super tof zijn. En dan gaan we ondertussen bezig met... ga je Jorben met Eva een farm maken? Ik heb de ender chest. Kijk, Jorben, hallo. Oh, ja, ik ben hier onder. Hier, kijk, dit is een cadeautje voor naar huis, ja? Ja, thanks. Dus heb je nog een cadeautje gekregen. Hoppatee. Oh, huppatee. Gewoon Sinterklaas hier. Moet je kijken wat we zelf al hebben verzameld. Dat vind ik op zich best wel netjes. Mag ik iets vertellen? Vertel. Nou, vroeger heb ik ook geprobeerd, toen ik voor het eerst Minecraft speelde, wou ik ook Skyblock doen. Alleen, ik snapte toen echt geen drol op, want. Ja, en nu begin ik het wel weer te snappen en het is echt leuk. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Nee, ik ook. Wil eigenlijk ik zelf, vind het ook leuk. Daarom hoop ik gewoon dat iedereen gewoon om de aflevering, laten we gewoon iemand meedoen. En dat doen we gewoon een kijker. Jorben is ook gewoon heel toevallig uitgenodigd. Ken je Jorben niet eens? Ja. Ik zei van, kom op Teamspeak, ts.thedutchterms.nl. En toen zei ik van, hey, jij komt van Skyblock? Ja, zegt hij. Nou, boom, klaar. Zo makkelijk ging het, toch? Ja, want ik hoorde al meerdere vrienden die dat ook wouden. Ja, en jij bent een mazzelpik, dus jij kan morgen op school zeggen van, ah, ik was er al in, jij lekker niet. Ah. Zo gaat dat dan. Zo. Maar schat, we kunnen ook vet veel spullen verzamelen. Hè? Je kan ook heel veel spul verkopen. Zoals ik weet dat als je een geautomatiseerde sugarcane farm hebt of zo, dat je dan heel... Ja, je kunt genoeg. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen eten. Dat is ook niet echt. Oh, ik heb eten. Wat wil je? Hier. Ja, ik heb beef jerky gekocht. Hier. Oh, lekker. Oh, nee, niet alles inleveren. Hoeveel? Ja, de helft aan Jorben en de helft aan mij. Oh, ja. Oh. Oké. Ik heb wel eens aan jou toegeven. Ja. Jij krijgt 5 en Jorben krijgt 5. Ja, zo. Dankjewel. Dan hebben we allemaal genoeg vlees. Ik heb niks. Wie heeft het dan? Oh, dan ligt het bij Jorben. Oh ja, hier. Oh, we gaan hieronder niks doen? Ja, ik dacht daaronder dan de stoen plaatsen, koppenstoen. Ja, maar
Op zich, hieronder is ook best wel... Nou ja, we moeten maar even kijken hoe we het eiland gaan inrichten. Ten slotte, we moeten nog zoveel dingen doen. Er valt zoveel te halen. Ja. Heb je gezien hoeveel challenges we moeten halen? Ja, alles nog. Hoe ver ben jij, Jorben, met je challenges? Ja, nog niet ver. Eigenlijk ben ik... Nee! Van, shit. Oh my god, ben je naar beneden gesprongen? Oh my god, Eva kost gewoon serieus geld in elke serie die ze meedoet. Diamonds in Aquars, Team Skywars. Ah, schat. Is heel even normaal. Hallo, hoeveel kills heb ik ook gemaakt? Oh, dat is echt stom. Kom dan maar gauw terug. Ja, ja, ik ben alweer. Daar gaat allemaal spullen. Je had toch niet veel dirt bij je mag kopen? Nee. Oké, gelukkig. Jor, ben niet doodgaan, hè? Je hebt 30k op zak. Rustig aan. Nee, ik had niet de dirt. Ik had alleen koppel. Het zou super awesome zijn als jullie even in de reacties achterlaten, trouwens, wat we de volgende keer moeten gaan bouwen. Dat is wel even handig. Ik wil ook een lijst gaan maken, net zoals op de TLT-server, van wie wat, wat voor toffe dingen we gaan maken. Vond ik best wel een goed idee, eigenlijk. Ik zag hem weer ergens staan, dus ik dacht van, hey, laten we gewoon weer zo'n lijst maken. En dan kan iedereen zijn haar idee erachter laten. Maar waarom maken we eigenlijk de energies? Waarom? Ja. Gewoon altijd, dan kan je altijd je spullen. Dus mocht iemand meedoen, kan hij altijd zijn spullen in een energies plaatsen. Gewoon zijn diamonds of zijn gold. Of zijn, als hij iets even op wil bergen, heeft hij niet het gevoel dat hij de hele tijd naar zijn eigen eiland naartoe moet, weet je wel. Dan kan hij gewoon hier even wat in de... Nou, klaar en dan is het, boom, opgelost. Nou, lekker makkelijk. Nou, hé, dat is vet raar om onze blokjes... Hey, Roland, we hebben... Roland, hebben superveel... Ja, ik zie Jorland, dus ik zeg automatisch Roland. We hebben vet veel... hoe heet dat? Cobblestone. Dus beter misschien dat je dat kan plaatsen in plaats van... Maar daarom vroeg ik dat ook net, van moet ik deur of cobblestone doen? Ja, doe maar kobbel. Oké, dan is het goed. Beter. Of althans, is goedkoper. Hoe goedkoper, hoe beter op deze server. Kun je ook groen hakken, maar... Ja, door die, ja, daarom. En dirt niet. Dirt moet je echt kopen. Jammer. Dirt. Hé, waar is ons koetje? Die heb je vast vermoord. Helemaal niet. Vast wel. Oh, echt niet. Echt niet? Zo, en dan ga ik hem eigenlijk via onder. Hoe groot moet die ongeveer worden? Nou ja, niet zo heel erg groot lijken. Oh. Nou ja, er moet wel flink wat wheat in gefarmd kunnen worden. Maar goed dat ik daar een blokje neer plaats, ja, hè? Ja, heel goed. Ik probeer hier al de deur te Kan je hier alles dichtmaken, Jorben? Ja. Ik moet wel even wennen aan je naam, zeg. Ja, ja, dat is een aparte naam. Veel mensen moeten daar aan wennen, of niet? Denk ik de eerste keer als ze het horen. Ook de leraar. Echt? Dan zeggen ze meestal Jorden of zo. Kan je deze rij helemaal afmaken met, hoe heet dat, met... Kopstoen? Met dirt. De rijen afmaken, want dan kunnen we de water in plaatsen. Dan, Doe deze kant dan. Doen we dan hier nog cobblestone, want dan kunnen we nog een rij maken. Ja, doe maar. Nou ja, kijk, volgens mij is een van de challenges, is, even kijken, /challenges. Ja, wheat, dus de brood maken. Moet je heel veel brood maken. Oh ja, ja. Dan kan je dus heel veel wiet planten. Dus ik denk dat als we gewoon vet veel brood maken, dat eigenlijk je challenge gewoon al redelijk ver is. Dus laten we gewoon deze rij gewoon helemaal volgooien met seeds. Dus als we overal hier gewoon even dirt plaatsen zo. Ik grappig dat we eigenlijk nog gewoon een klein wereldje hebben gecreëerd. Waarom ga je nou daar staan? Weet ik niet. Vond ik leuk. Oké, mag ik? Ja. Even kijken, als we het gewoon zo doen, hè. Waarom zet je hier steentjes neer, schatje? Omdat dat steen moet. Nee. De onderkant ook. Oh, shit. Ja, hier is, oh ja, daar wel, maar je zet net steen op het steen, liefje. Ja, dat is ook ongeluk. Oh, rustig. Ja, rustig. Ja, jij rustig. Ja, nee, jij rustig. Ik ben rustig. Ik ben meteen beschuldigen. Jorben, rustig. Ja, oh mijn god. Ja, ben je alweer naar beneden? Ja, maar dat serieus, die blok plaatst niet. Ik zet daar hem moet erin. Je shift in nodig. Ja, nee, serieus. Nee, dat was lag. Ja, inderdaad. Nee, serieus, dat was echt een klein lag. Nou, dat is twee keer. Jongen. Ik, bij 10 keer dood moet je een liedje zingen. Ja? Oh, nee. Ja, echt wel. En hé, Jorben, bij 10 keer dood moet ze een liedje zingen, hè? Ja, ja. Ja, vind ik maar ook. Waar moet het dan over gaan? Ja, dat moeten we nog even bedenken. Oh, dat is echt vet stom. Oh. Ben je alweer dood? Nee, nee, maar mijn hart, echt, dit spelletje is niet van mij. Mijn hart gaat echt de keer. Rustig. Oh, dat is zo stom. Kijk, laten we hier even een source maken. Ja. Deze even nodig. Oké, zo, we hebben een source. Blokkenplaatsen is niet echt handig voor mij. Goed werkje. Ah ja, niks aan de handje. Het loopt allemaal niet zo lekker. We hebben gelukkig een source. Ik plaats een blok daar beneden en die gaat in één keer naar boven. Ik ben gewoon te langzaam. Oké. Ho. Wacht, ik ben bezig met een source aan het maken. Voor in het water, weet je wel. Dat we... hoeveel seeds hebben we trouwens?
Nee. Oh nee, daar was je mee dood gegaan, hè? Nee, daar was niet mee dood gegaan. Die ging gewoon in de dirt weg. Oh ja, dat was het. Hoe weet jij hoe dat kan, Jorben? Nee. Ik wil eigenlijk de hele tijd Jordan zeggen. Waarom weet ik niet? Dat is... denk omdat je, Engels of zo. Dat is het eerste wat in me opkomt. Jordan de hele tijd. Want ik denk van, Jorben was de naam. Zo. Maar schat, je plaatst hier wel leuk en aardig dirty beneden, water, maar die deur moet eruit, hè? Ah, nee, gewoon lekker laten zitten. Nee, dat is niet mooi. Je weet dat ik ga om de mooiheid, hè? Oké. Maar dit is wel een hele grote farm, hoor, om heel eerlijk te zijn. En moeten we de challenge eigenlijk al deze aflevering halen? Nee, joh, dan zijn we vet lang bezig. Maar we gaan... Laat het zo zeggen, we gaan jou wel helpen om de challenge te behalen. Ja, ja. Dus eigenlijk iedereen die bij ons komt, die komt helpen, die mag gebruik maken van de producten die wij ook hebben. Ja. Nou, dat vind ik toch best wel aardig, of niet? Ja, ja. Geef gewoon iedereen gewoon een dikke vette voorsprong eigenlijk. Vals spelen. Moet je kijken hoe groot deze farm wordt. Dat is echt heel groot. Ja, maar dat is wel chill. Dan kunnen we altijd geld verdienen door aardappels te verkopen en zo. Wij zijn de boeren hier. Ja, jij bent de boerin. Ontstaken ze boer. Oh ja, dan ben jij de boer. Als ik een boerin ben, dan ben jij de boer. Jorben, misschien moet je nog een paar doen. Sommigen zijn teruggegaan. Daar, 2 en 3 in de hoekje. Zie je ze? Oh ja. Deze. Sugarcane. Ja, moeten we maar een automatische machine van maken straks. Alle dirt eronder. Wie heeft er weg, nog een aardappel trouwens? Nee, ik niet. Nee. Niemand? Ben ik ook niet. Enige met 1 aardappel? Ja. Oké, dan zet ik hem hier neer. Dit vind ik echt wel een aardappelplek. Zo, achter de kist. Want ik dacht dat we met seeds liepen. Ja, ik moet seeds kopen, denk ik. Ja, of ik heb niet meer zoveel money. Nee, ik koop wel even. /shop. Ik heb zoveel geld. Ik ben een rijke tata. Go back. Even kijken. Als ik gewoon geen Eva had gehad in deze serie, dan was alles goed gekomen. Oh my god, seeds kosten $300. Weet je hoe duur dat is? Ja, hallo. Ja. Doe eens even aardig. Ik ben heel aardig. Nee. Al mijn geld naar de maan. Huppatee. Ja. Hebben we dan ook gelijk boon nodig of dan niet? Zullen we het gewoon... Ik denk dat het beste is dat we het gewoon... regular laten... Huh? Oh ja, als je rechter muisknop doet, wist je dat trouwens? Ja, dat kan je. Wil ik iedereen even vertellen. Als je rechter muisknop doet, ik zal het je laten zien als ik maak. Heel wat boom is weg. Kijk, dan gaat de vuurwerk af zo. Kijk, en dan kan je hier. Kijk, dan kan Oh ja, sneller. Ja, dan kan je vet snel hakken hier. En dan op de duur houdt het op. Even kijken. Ik weet niet hoe lang het gaat hoor. Ja, en nu is het uitgewerkt. Super geniaal dat. Echt heel tof bedacht. Zo, hop, hop. Maar even kijken. Ik heb nu 5 gold nog. 7 iron ore blocks. Dat is best wel fancy. Ik doe het even in de furnace. Wat is deze farm is zo groot. Ja, maar het is toch super handig. Ja. Dan gaat alles super snel. Ja, dan hoeven we nooit zorgen te maken over monies. Zeker. We moeten alleen even gaan bedenken wat we met ons eiland willen. We hebben een fucking grote, huge farm, jongen. Ja. Holy shit. Ja, maar even kijken. We moeten iets achterlaten. We hebben een farm gemaakt in ieder geval met Jorben. Dus dan hebben we zijn opdracht hebben gecomplete. Ja. Moeten we alleen even gaan kijken wat de volgende opdracht is. In ieder geval, dat mogen jullie bepalen, kijkers. Ik wil dat aan jullie overlaten. Mocht je dan mee willen doen, wat ik zei, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Maak dan net zoals Jorben kans om gewoon in één keer mee te doen. Ik vraag gewoon iedereen random. Dat is ook superleuk. Ja, ik wil gewoon dat lekker random spelletjes meedoen. Toch? Dat wil jij ook, hè, schat? En die ook echt op de server zitten. Ja, ja, ja. En die ook echt gaan spelen, want ik zie dat echt vet veel mensen spelen. Heb jij al veel gespeeld, Jorben? Ik ben eigenlijk sinds vandaag pas begonnen. Omdat vrienden zeiden van, Dutchstams en zo zitten hier ook op en zo. En je moet er ook ergens op komen en zo. Oké, dus je vrienden hebben gezegd dat je moest komen. Ja, en toevallig kan ik ook nog vandaag met jou opnemen. Ja, dus dat is wel echt de mazzel van de mazzel. Nou, goed geregeld. Ga ik mijn vrienden luisteren. Nou, top. Ik denk dat we vandaag genoeg hebben gedaan. We hebben een hele reuze farm staan. Eva is de zijkant mooi aan het maken. Niet het laatste grasblokje weghalen, schat. Want dan kan je geen gras meer krijgen. Ja, weet ik. Oké, ja, dat zeg het even. Haal alleen maar die andere dingen. Moet ik even helpen? Hier zo, kijk hier. Hup, kijk. Jorben, hartstikke bedankt voor het meedoen. Ja. Pas op voor de... Oh, schat. Dat was echt dom. Ik wou gewoon de blokken niet doen. Nee, maar hoe heet dat? Ik kan hier gewoon hakken nu, hè? Nou, weet ik. Nou. We hebben nu 2 spots, dus we kunnen gewoon zo... Nou, mooi. We kunnen allebei doen. Kijk, we kunnen gewoon zo op. Kijk. Ja, oké. Kan je een auto-miner maken, denk je? Ja, nee. Weet ik niet. Nee, ja. Wel dat er heel veel blokken komen via een... Hoe noem je dat ook weer? Dan moet je zo'n efficiëntie nog wat hebben, denk ik. Nou ja, genoeg dingen om nog uit te vogelen. Mensen, druk alsjeblieft op het duimpje omhoog. Wat ik zei, kom meespelen. IP staat bovenaan in de beschrijving. En hopelijk zie ik jou bij een nieuwe Skyblock. En hopelijk doe jij met mij mee. Maar ik zei, het is super easy. Mij. En met Eva natuurlijk. Hè. Gewoon reageren, abonneren.
en een like achterlaten en op de server zijn. En dan stuur ik gewoon van, hey, ik doe je mee, bam. Of kom op Teamspeak, of in ieder geval, van alles is mogelijk. Tot bij de volgende Skyblock. Jorben, hartstikke bedankt. Ja. Veel plezier met je Ender Chest. En mensen, tot de volgende keer. Ciao! Yo!